Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video, een gloednieuwe Fortune Street met Jody van de Supar Guys. Hey, ik mag als eerste, dat is nieuw. Nice, ik mag als laatste, dat is niet nieuw. Nou ja, ze waren allemaal hoog in de 60. Dus. Dat is waar. We doen maar dit Mario Circuit, dat is altijd leuk. Mm-hmm. Zo. Natuurlijk eerst even de settings weer, want vorige keer konden we twee parts doen. Ja. Klaar. Ik ben erg benieuwd weer. Het is alweer even geleden. Dus ik moet weer heel even nadenken hoe het ook weer werd. Wauw. Nu is die ideaal om die te krijgen. Ja. Dan zou je eigenlijk gewoon niet naar links. Oh, je bent al naar links gegaan. Heb je ondertussen ook een nieuwe headset of niet? Nee. Werk jij vandaag niet met headset, want ik kan gewoon de game audio bij jou horen. Nee, ik denk dat de mic is gevoeliger geworden. Ik denk dat het is, ja. Maar dat is echt super irritant, want als ik, nu hoor je het niet, maar nu hoor ik het ook niet. Nee, klopt, dus we moeten even een balans vinden, maar kom goed. Ja. Nee, nou ja, toegeven, ik heb headset op, dus ik hoor zo. Jij hoort zo meteen met editen niet jouw game audio op mijn mic. Nee, gelukkig. Hey, lek, jee. Het lijkt wel Pokémon Scarlet en Violet. Hey, wauw, dat is kut. We hebben nu toch niks aan. Oh, alleen de shopprijs. Ik dacht ook dat de shopprijs is. Aan de huidige shops meetelden, maar dat is dus ik ga naar links, want ik denk van oh, het is zo'n klein rondje, niemand gaat naar links, iedereen gaat naar links. Nee, Prinsessa is naar rechts gegaan. Ja, oké, okay, maar ik maak me geen zorgen om Prinsessa, ik maak me meer zorgen eens over Patty. Ja? Nou, oké. Okay. Voor hetzelfde geld had ze weer rode gekocht, dus. Oh, Patty is inderdaad naar rechts gegaan, Prinsessa niet. Ja. Luigi. Wow. Nou, hoe lang wil je die aflevering hebben? En wat is eigenlijk de goal? Wauw. De doel van deze is 18.000. 18.000. Oeh, 18.000, dat is best veel. Ja, maar kijk ook maar even hoe je loopt. Jij hebt één groot kruispunt hier. En in principe, je hebt niet zo heel veel kanten die je op kan. Nee. Want je kan wel zien als je. Je kan bijvoorbeeld als je naar links gaat, kan je niet meer terug. Je moet gewoon weer daar naartoe. Dus je loopt altijd in een cirkel. Dus in principe, het is niet zo van oké, okay, ik heb dit stuk gehad, ik kan het overslaan. Nee, precies. Dus aan de ene kant is het mooi waar wij staan. Aan de andere kant is dit eigenlijk een plek waar je eigenlijk geen monopolie wil hebben, want mensen kunnen hier gewoon. Langsheen, denk ik. Mm-hmm. Want als je goed kan landen, land je op de bank. En we weten dat als je op de bank landt, dan kan je ook gewoon zeggen, fuck it, ik ga naar dit terug de andere kant op. Ja. Maar hij moet toch die suit hebben. Mm-hmm. Ja, precies, ja. Ik vraag me toch wel af met jou, Mike, van heeft Nando erin geschild of zo? Dat hij nou zo gevoelig is. Ja, maar heb je er ook met mijn stem last van, of dat niet? Ja. Dat had ik bij de laatste recording ook al op afgelopen zondag. Toch even, het is alleen, volgens mij alleen via Discord, want voor jouw mic. Oh, nee, niet. Met jouw mic viel het op zich nog wel mee, maar dat is dan vanuit jouw mic zelf. Ja, oké, okay, dus de opname was wel gewoon goed, zeg maar. Ja, alleen Discord is je gewoon flink over de top. Oké, okay. Maar misschien moet je mij dan zachter zetten in Discord, zeg maar.
Ja, dat heb ik één keer gedaan met anderen. En dan vergeet ik hem later weer op een normaal niveau te zetten wanneer je niet meer overstuur is. Ja, maar hoe maak je hem niet meer overstuur? Nou, daar zijn een paar manieren voor. Eén is gewoon helemaal resetten. Dus dat je hem, als het een USB-mic is, maar uithalen, opnieuw insteken en alle settings naar default zetten. Oké, okay. Misschien dat ik dat sowieso even moet doen. Andere kan zijn dat je controleert van... Want heb je settings aangepast toen je Scarlet en Violet stream deed? Nee. Nee, het is ook daarna pas gebeurd. Ah, dus Nando heeft geen geschild. Goed om te weten. Nee, ik weet niet. Het kan, laat ik even heel eerlijk zijn, het kan 1001 dingen zijn. Ik vind het wel irritant. Nee, klopt. Want ik heb dus een golf met friends opgenomen met Simon. En daar is mijn audio gewoon echt kut. Ah, bah. En dan is de audio wel echt kut. Ja. Maar daarna, ik heb namelijk mijn opname van ons, zeg maar, teruggeluisterd. En daar is mijn audio gewoon goed. Nee, daarom ook. Daarom zei ik ook van, ja, maar audio was gewoon normaal. Kijk, ik update jouw audio altijd even met een klein beetje. Ja, maar normaal heb ik altijd under volume, zeg maar. Nee, precies. Dus ik boost hem altijd een beetje. Ja, precies. Dat doe ik ook normaal met mijn eigen opnames. Ja. Kijk, bij Ham hoef je dat niet te doen. Bij Ham is het gewoon van, ja, die schreeuwt toch wel in de mic. Ja, precies. Nee, met sommige dingen update ik altijd mijn eigen ding. Kijk, als ik weet van oké, ik ben ziek of wat dan ook, dan weet ik gewoon van ja, het heeft toch geen... Shit. Toch geen zin gehad om op deze niveau te doen. Dus dan weet ik dat ik hem moet boosten, maar anders zeg ik altijd fuck it. Ja, de standaard is altijd prima. Nee, dat is het enige nadeel als je laat thuis bent van werk. Je hebt gewoon geen tijd meer om te editen. Dus ik heb gisteravond nog één keer helemaal kunnen editen in één project. Toen was het zo van, oké, één render erin en dat was hem. Ja. Ze heeft bijna gewoon een Monopoly daar. Ah, ze moeten nog twee. Ja, vooralsnog. Nou, je kan dat mooi tegenhouden. Dat gaan we ook zeker doen. Eigenlijk is dat bovenste rondje het beste rondje om te hebben. Op zich. Daar zitten twee suits. Nee, ze heeft nog geen ding. Even kijken, want waar... Ze heeft het hartje, maar... Oké. Ja, maar ik was even aan het kijken van, hey, hoe zit die in elkaar qua suits, maar... Die snap ik niet. Nee, zij mist ook nog een suit bovenin. Bovenin heeft ze alle suits, Patty. Nee, maar... ze heeft er... Oh, dat is Patty, ja. Patty heeft al een hartje moeten gaan. Die had aan de hartje moeten gaan. Volgens mij had ze dat nog gehaald ook. Maar... Nee, je moet dokken in dokken. Ja. Het is alleen zo klote dat twee suits daar staan. Want anders had ik gewoon gezegd, fuck it. Als hij maar eentje was, was ik geweest naar een andere plek. Ah. En dat wordt betaling. Ja, sowieso betalen. Oké. Nou, interessant poort hebben vandaag al. Ja. Oké, stocks in F. Maar, ja, ik ken even deze. Dit poort ken ik ook niet helemaal. Oké. Meestal van waar zitten de districten, maar... Want in principe, qua... Gebeurtenis, gebeurt er niks. Nee. Het is een heel simpel bot. Je hebt twee lussen en dat is het. Een minigame.
Nee, Mini, ga mee. Nou, oogjes dicht en schieten maar. Nou, had beter je ogen open kunnen laten. Hoezo, wat gebeurt er dan met die Bowser? Gaat iemand geld betalen? Iedereen gaat geld betalen. Nee, al de shops decrease in value bij 5%. Wat? Dat is een hele mooie, hè? Alleen niet nu. Nee. Nou, toch even. Het is niks waard. Het is voor iedereen. Kunnen ze dit niet allemaal tegelijk doen? Nee. Het is één voor één. Het is een oude Wii game, hè? Kom op. Wanneer komt de remake? Ja. Ik had die grap al gemaakt bij Simon destijds. Wij, Simon, als je dat praat kan krijgen, dan komt waarschijnlijk de volgende dag een direct uit. Ja. Met Fortune Street. Nou, de dag daarna kwam ook een direct uit. Maar niet geen Fortune Street. Wel ja, maar ik zou best wel... Ja, ik weet niet of de game daar populair genoeg voor is. Japan? Ja, wereldwijd weet ik niet. Nee. Maar in Japan heb je ook heel veel van deze games. Want in Kingdom Hearts Birth by Sleep heb je een vergelijkbare game. Oké. En die zit gewoon in de game zelf en dan kan je gewoon items krijgen voor recipes. Dus het leeft wel in Japan. Nee, het is voornamelijk om nieuwe abilities te krijgen. Dus een sterkere fire spell met bijvoorbeeld een passive dat je meer experience kan krijgen. Zulke soort dingen. Dus het zit wel in de game, maar ik ben... Dit vind ik prima wat we hier hebben. Maar als bij wijze van spreken geen Mario-characters was geweest, dan had ik ook gewoon gezegd van, weet je wat, laat maar. Ja, precies. Dat wel een leuke game is. Ja, het is ook... Ik ben gewoon heel eerlijk, dit is ook gewoon een gigantisch leuke game om te spelen. Mm-hmm. Totdat we zometeen bij de Abelgard Abbey zijn en dan vind ik er geen zak meer aan. Nee, is dat niet leuk? Maar dacht ik van, dat is de... grootste bord in de game. Maar dan moeten we dus eigenlijk gewoon even een hele middag voor plannen, zeg maar. Ja, dat gaan we toch doen op Oudjaarsdag. Ik wil wel gewoon die map gaan spelen, zeg maar, die lange. Mm-hmm. Dan haal ik er wel 6 afleveringen uit, prima joh. 6? Meer? Plak even een dulletje achter. 60? Nee. Dat geloof ik niet. Wat ik wel geloof is dat overal nergens nu huizen staan. Mm-hmm. Alleen onderin nog even niet. Dus ik heb het gevoel dat ik zo weinig heb, maar wij hebben allebei niet zoveel. Nee, je moet ook eigenlijk het hele boord langs. Het is geen groot boord, maar je moet wel het hele boord langs voor alle zoets. Mm-hmm. Het komt helemaal niet zo goed. Oh, toch wel. Ik wou net zeggen tegen je, het komt helemaal niet zo goed uit dat je zo hoog gooit, maar het valt wel mee. Ja, liefst had ik een 8 gegooid. Ja. Ja, en je vroeg af waarom lijkt deze? Kijk eens even wat in de achtergrond gebeurt allemaal. Ja. Er zijn gewoon Mario Kart achter onder ons aan het spelen. Mm-hmm. Dus vind je het gek dat het lijkt? En een Change-On die over de baan loopt. Ja. Maar dat is zelfs in de oorspronkelijke Wii game is het niet geoptimized voor deze dingen. Oké. Okay. Jee! Kobe! Bijna iedere straat is gewoon een combinatie van blauw, donkergroen, lichtgroen en roze. Zie, ik dacht wel, ik heb een keer ergens 10 stokken gekregen. Ja, heb jij gekregen destijds toen in die minigame. In de minigame. Ja. 2. Wauw, wat een onzin. Als je nou 3 gooit, hè? Ga je dan naar die 190 of ga je dan naar de bank? Ik ga naar de bank. Ja. Eén simpele reden. Dan moet ik zo meteen weer die hele ronde maken. Ja. Yeah. En ik heb er eerlijk gezegd niet zo heel veel zin in. Maar kijk maar, jij hebt ook nu 0. Jij hebt nog wel wat stocks. Ja, hij is wel duur, maar ik ga hem wel kopen. Heb je dan nog? Ja, je hebt nog dan nog over. Niet heel veel, maar. Mm-hmm.
Nee, mijn aandelen. Oh. Iets te ver. Dat is soms nadeel van als ja. De game lijkt. Dan loop je niet helemaal lekker. Zoals daar. Er zou ook gewoon een optie moeten zijn dat de background effects gewoon uitstaan. Ja, precies. Dat het gewoon een plaatje is, zeg maar. Ja. Maar meer van de tijd is dat ook gewoon. Ik hoef geen bewegende bomen. Nee, ook geen bewegende piranha planten. Doe maar gewoon allemaal uit. Allemaal uit. Yay! You don't have enough gold. Sad. Dat zijn echt van die dingen waarvan je denkt van... Hier heb ik dus niks aan, omdat ik net bij de bank ben geweest. Betalen! De CPU had heel veel zin in, volgens mij. Ja, dat blijkt. Zo. Nou, jij landt net op de... Ja, net op die 30. Luigi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik weet gewoon, hun komen zo meteen daar langs. Want ja, misschien landen ze op die 131, je weet het niet. Wie weet, dat zou mooi zijn. Precies. Ik had nooit eigenlijk die kant op gegaan als ik jou was, aangezien jij nog zo'n extra ding... Nee, ik moest naar de bank en dan kan ik alleen maar deze kant op. Oh ja. Dus dat was het. Ik kon wel de ronde verder afmaken, maar ja, daar heb ik ook niet heel veel aan. Wauw. Nou ja, 50 gold is 50 gold. Dat is waar, maar het is toch kut. Nee, inderdaad. Twee. Ik had inderdaad ook die suit yourself kaart, dus jij had kunnen zeggen van fuck it, ik skip het. Maar ja, dan had ik mijn promotie moeten uitstellen en daar heb ik alsnog geen kloot aan. Commissies net? Ja, net commissies. Lekker, relax wel weer. Ja, ik zal zo moeten kijken of in de options of ik hem dat spul uit kan zetten in de achtergrond. Mm-hmm. Want dat is inderdaad wel storend. Want kijk, sommige dingen hebben het gewoon hier. Die hebben gewoon een simpel effect en dat is het. Ja, mij dokken of die dokken, ja. Dat is best makkelijk. Oh nee, Jan Stok. Hoppatee. Ik ga even iets kijken hoor. Options. Nee. Nope. Zit er niet in. Dat is op zich jammer. Dat is erg jammer. Nou ja, als wij ooit de Abby doen bij jou thuis, dan is het niet meer, eens meer online. Nee. Waar of waar zal zij toch naartoe gaan? Nou. Ik heb het gevoel dat dit ook een bord is waar iemand eerder bankrupt zal gaan dan dat je de prijs haalt, zeg maar. Ja, maar dat is bij heel veel borden is dat wel het geval. Dat zag je ook met Robin Hood Ruins, dat we deden met Sander en Simon. Mm-hmm. Dat is ook gewoon op boord. Als jij niet gaat investeren, kom je nooit echt ver. Nope. Dat is gewoon een boord dat gewoon vraagt om faillissement. Omdat jij iedere keer langs die dingen moet. Jezus, jij gaat ook hard. Ik heb een mooie rij. Nou kijk, dat is heel erg mooi.
Fuck de mensen. En nu even hopen op een 3. Shit. Nou, daar is een 3. Sorry, ik had specifieker moeten zijn. Ja. Ja, je zou denken, wij zijn opgegroeid met failed parents, dat wij heel goed zijn met wensen, maar precies. Blijkbaar niet. Dit vind ik ook jammer. Als zij zou willen, heeft zij 1, 2, 3, 4 monopolies. Want hier heb je de 2, en bovenin heb je de 2. Het grootste vlak heeft zij niks. Dat klopt. Nou, kom, je landt op blauw. Oké, wat hebben we? Kijk! Oh, dat is wel redelijk. Dat is op zich altijd wel mooi om te hebben, gewoon 7%. Ja. En zo zie je maar, je ziet telkens gewoon weer nieuwe kaarten, terwijl de nummers zijn altijd hetzelfde. Dus 1 is altijd A en 2 is altijd B. Oké. Maar de plaatsen waar ze staan, dat varieert. Nou. Mooie stokjes, alleen niemand heeft er wat. Nee. 3. Dat is 6. Dat is geen 3. Nee. 5. Waar land ik op? 4 land ik op jou. Nou, fuck it. Die zit ook al heel lang op haar promotie. Ja, dat komt omdat ze die domme fout maakte door niet naar het hartje te gaan te struiken. Nee, dat was Patty die dat deed. Oh. Misschien gooit ze gewoon momenteel niet heel erg hoog. 1. 4, dat is geen 1. Nee, ik ben tenminste blij dat ik haar een beetje weghaal van 2 monopolies. 5. Dat is geen 5. Maar wel een 3. Iets met een 3. Ja. Yeah. Nou, laten we even kijken hoe deze gaat. Want afhankelijk, wat gooi ik? Mag ik ook terug? Nee. Ik wil wel eens extra kaart. Nee. 1. Nou. Dit is ook eindelijk haar promotie. Yep. Ja, maar valt mee. Loopt wel aardig gelijk op qua waarde momenteel. Dat moet ook. Nee, normaliter maakt iemand al meteen een heel vroeg een fout of zo. Ja, precies. En die zit dan meteen onder de 2000, maar... Dat is een heel goed straatje. 10 minuten later. Ja, straatje verkocht. Zo gaat dat. Dat klopt. Zo gaat het in deze game. Zelfs tokkies. Man, wees een tokkie. Oké. Ik wil bijna zeggen, kan ik nog hoog gooien of blijft het bij dit vandaag? Ik ben er bang voor. Ja, ik betaal even 1045 voor zo'n ding. Doen we even. Nou. Oké, Patty, wat ben jij van plan? Betalen is ze van plan. Ja, maar ik ben meer van plan wat zij eigenlijk gaat doen. Want kijk, op de ene shop na die 190 is alles nu al gekocht. Jezus. Dus we zijn al heel erg snel klaar met een vol board. Dus nu wordt de kwestie, wat gaan mensen doen? Want de AI onderhandelt niet echt vaak. Nee, dat klopt niet, sowieso niet uit zichzelf. En ik heb niet echt iets wat de AI zou willen, de enige... Kijk, daar wat aan. Zo.
Ja, de enige die hier wat heeft waar ik nu sta, ben jij. Slipperdroom! Ja, we hebben nog geen Scarlet en Violet kleuren, hè? Fuck it, black. Wil je niet zwart en wit met mij zijn, Milan? Geen duo, nee. Penotti? Ah, jammer weer. Heel sad. Dag, Patty. Nee, je hebt gelijk. Geen wit. Geen duo, Penotti. Je had gelijk. Oh. Niet al. Je hebt gewonnen. Oh. Kijk, dat je twee dat willen zijn, had je gewoon moeten zeggen, hè? Ja, maar er zat opeens een beest in mijn ding. Ja, dat is soms een beetje als een soort van, hoe zou je het zeggen, een bluff. Ah, 240 gold. Dat is niet vervelend. Wat ga je doen met die 240 gold? Stocks kopen. Wat een kuttoer, jezus, godverdomme. En ook niet gewoon even kijken en gewoon meteen, oh ja, daar is Milan, tok. Wat een vuile bitch. Nou ja, als het enige troost is, zij heeft flink wat moeten betalen. Ja, dat boeit me helemaal niks. Wat een onzin. Luigi. 3. Stokkies. Ik vind het wel mooi. Het is District C, die bijna Monopoly is, maar hij kost geen drol. Ik ga er toch weer daar geld in. Ja, vind je het gek? Vind ik niet zo heel gek dat je dat doet.